Hey, hallo, kijk mijn snuitjes, daar zijn we weer. De dinsdag na de paars. Ja, daar zijn we dan. En wat doe je als je tweede paarsdag hebt en je moet wat doen en dat is... Ja, dat is je nagels knippen. Onze nagelknipper heeft het opgegeven qua betaalbaarheid. Ja, die spatte spontaan uit elkaar. Dus dan ga je even heel snel naar de... Ja, wat is er open? De super op tweede paarsdag natuurlijk. Ja, daar ga je dan naartoe. En waar kom je dan mee thuis? Natuurlijk geen nagelknipper. Nee. Twee keer in de 35% de broccoli bloemkool mix. Ja, toen dacht ik, ja, wat eten we erbij? Nou, kijk eens even. Diamanthaarsjes. Maar dat is toch ook wat Joden wel mogen eten, omdat het van de voorkant komt en niet van de achterkant. Ja, ik geloof het wel. Het is eigenlijk Jodenhaas. Even kijken. Moet je heel even snel lezen waar het vandaan komt. Ik geloof dat het uit het voorzijde komt, ja. Dus we luisteren even naar... Staat er even niet op, maar het, als het goed is... Lulp! Als het goed is, is het uit de voorzijde. Ik ben niet helemaal op de hoogte van die... Ik dacht dat het hetzelfde was als Joden de Haas. Ja, dat zou kunnen. En Joden mogen alleen dingen uit de voorkant van de koe weten. Ja. Dus ga je onze straat zoeken. Dus geen nagelknippertje. Nee. Geen meleur, we hadden toch ook nog boter nodig. En u weet het, die 400 gram pakken bij de Jumbo zijn gewoon het voordeligst. Ik had er nog. En zoals u ziet, hebben we er 3 gehaald. Want ja... We waren er niet meer in de winkel. We hebben gewoon het hele vakschap leeg gekocht. Zo. Kan ik het? Ja! 3 stuks. Want ja, die hadden we toch nodig bij de Jumbo. Dus gingen we naar de Jumbo om daar een nagelknippertje te halen. Maar op de Jumbo-site zag ik alleen maar Hema staan, dus daar had ik al mijn twijfelen ook over. Ik weet dat ze vroeger bij de Deen gehaald, dus de Deen had ze wel. Ja, en gisteren hadden we het er nog over met jouw vader, hoe de apps op de, van de supermarkten zijn veranderd. Op de apps kun je dus alleen tegenwoordig nog maar bestellen wat je nodig hebt. Ja, je kunt niet meer zomaar wijn neerzetten. Nee. Is goed. Je kunt niet zomaar meer wijn neerzetten, je moet het dus specificeren. En als je het dan in de winkel haalt, dan moet je ook nog aangeven welke winkel. En dan krijg je ook nog te horen of het wel of daar niet is. Wil je naar de winkel gaan om wijn te halen en je wil daar ter plekke een keuze maken, ja, dan kun je dat niet aangeven. Nee, dat kan je helemaal niet meer aangeven. Vroeger kon dat wel. Dat is net zo goed als dat je zegt van, nou, we gaan alvast even een boodschappenlijstje van tevoren maken. En daarna lopen we hem uit met, ik noem dan maar wat koekjes. Dat schrijf je alleen, dan typt je voorheen gewoon het woord koekjes in. En dan kon je in de winkel gewoon aanvinken en dan streep die dat ook van je lijstje af. Tegenwoordig moet je dus echt het merkpijpje of het gevulde kanootje apart aangeven. Is dat een vooruitgang? Nee. Maar hè, dat is even dagen later. We gingen verder. We waren bij de Albert Heijn voor uit mijn hoofd €10,83 bij. €10,83, dus waar hebben we het over? Dan hebben we wel de diamanthaasjes. Maar we waren inmiddels al verder gegaan met... Wat ik aan het eind doen. Oh, sorry. Maar dat maakt niet uit. We maken er gewoon één grote tombola van. Want ja, toen bleek dus dat we... ook al bezig waren met het laatste pak koffie. Had hij niet verteld. Had ik niet verteld, had ik ook even niet aangekregen. Geheel en al mijn fout. Mijn excuses daarvoor. Wederhelft van mij.
En weer heb ik een vak leeggemaakt. En weer hebben we een vak leeggemaakt met 3 stuks. Dus het gaat heel goed bij Monique. Laten we dat zo maar even zeggen. Oeh. Ja, en toen kwam de lunch. We waren eigenlijk zo weer bezig. Ik zie dat we op de bonen ook korting hadden. Ja. 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 €4,25. Oh. Oh. Waarom weet ik niet? Dat staat er, weer even niet bij dan. Nee. Nou, dat is dan weer jammer. Ik zie een koffiebonen. Even een pakketje meegenomen voor straks het afbakken van... Ja, van het pakketje. Want ja, we zijn zo de deur uitgevlucht. We hebben nog yoghurt staan die uitgelekt moet worden. Maar als die uitgelekt is, dan zijn we al tegen het avondeten aan. En ja, dat schiet daar niet op, hè. Dus, ook dan maar voor de lekkere terecht. 2 voor €5, hè. Ja, 2 voor €5. Wat hebben we dan gehaald voor de lunch? Kipstukjes, piri-piri. Kip-kebabstukjes. Ja, dat was ook weer €1,17 korting. Hoppa. Niet dat het echt goedkoop is. Het is toch altijd goedkoper dan dat we een McDonald'sje zouden halen, om zo maar eens even te noemen. Maar ja, we gingen weg voor die navelgaatjes. Niet te krijgen dus. Maar bij de Jumbo zit ook in de buurt het kruidvat. En de AC-jongen en heel veel andere dingen ook. En op tweede paasdag gewoon open. Ja, tweede paasdag waren ze gewoon open. Dus, tadaa! De nagelschaartjes. We kunnen ze maar weer hebben. Ja. Volgens mij hebben we met die anderen wel jaren gedaan. Ja, dat... Hij deed het al de laatste tijd niet zo goed. We hadden hem met kunstvliegwerk hadden we hem nog een beetje aan de praat. Maar ja, misschien was het wel zijn tijd. Laten we dat daarop houden. Ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Dus, nou, en dan wou ik eigenlijk zeggen, bij de Albert Heijn waren we voor de 2 diamanthaasjes en de... Oh, ik had nog meer gehaald bij de Albert Heijn. Ik wou zeggen, dat is wel duur dan voor die 4e, maar ja, dat was er nog meer bij, ja. Ik heb wat gerookt en heeft servolaat gehaald en voor Judith op brood een heerlijke leverkaas. Daar is ze altijd helemaal gek van. Dat is het guilty pleasure van Judith op de broodje. Ja. Leverkaas. Nou, en dat alles was? Ja, ik dacht €10,83. Ja, €10,83 of zo. En de Jumbo €36,46 en dan hebben we ook nog 194 punten gespaard. Wat kunnen we met de punten? Dus inmiddels hebben we dan 918 punten. Geen idee wat we met de punten gaan doen en wat we ermee kunnen doen. En bij de... Ja, bij de kruidvat? Bij de kruidvat waren we €6,97 kwijt. Nou, daar doen we het voor. Ik zei dat ze... Hè? Dat ze 3 keer de oordopjes had gescand, die niet te laten zien, maar hè, die hebben we ook gehaald. Maar ze heeft juist 2 keer de kleine nagelknipper per ongeluk gescand en die moest er weer af. Oh. Dus dat was een raar bonnetje geworden. Ja, daarom moest ik even goed kijken. Ja. Dat wel klopte. En toevallig zijn de oordopjes en de grote nagelknipper precies even duur, dus dat maakt het nog ingewikkeld. Dat was ook een jong meisje. Ja. Ik denk dat ze... bij een paar uur geweest is, laten we het daarop houden. Grapjes kon ze niet waarderen. Die gingen compleet aan haar voorbij. Ja, er wordt wel eens gevraagd van, wilt u een bonnetje? En daar heb ik dan een passend antwoord op. Vond u dit een leuke shopvlog? Zo even zo tussendoor op de dinsdag. Je weet het, hè? Maak een abonnementje aan. Is kosteloos.
U helpt ons ermee. Zeker als u nog een likeje of een reactie achterlaat. Kijk, dan gaan we het echt leuk maken. Nog leuker dan dat het nu al is. Dus abonneren, even liken. Vertel wat. Wil je wat kwijt? Ja, wat wil je kwijt? Reactie bedoel ik. Oh, reacties. Ja, reacties. Daar is Judith helemaal dol op. Ik lees ze wel, maar ik heb even te weinig tijd om ze echt daadwerkelijk ook allemaal erop te reageren. Maar zo even tussen een bammetje door lees ik de reacties wel. Stay tuned!